Goedenavond, mijn naam is Jeroen Overbeek. Dit is een extra nieuwsuitzending. De Zenderse bevolking is in rep en roer. Prins Rob en zijn adjudant Mark zijn spoorloos verdwenen. En dit vlak voor hun aftreden. Onze verslaggever Paul Jambers doet verslag. Het bestuur van de Doldraaiers zit met de handen in de haren. Prins Rob en adjudant Mark willen dit jaar niet aftreden. Aftreden, dat nooit! Vicevoorzitter Stefan Mossel roept de hulp in van de Red Devils. Hij belt aanvoerder Tom Schothuis. Mossel. Met Tom Schothuis. Hoi Stefan. Vet keer er weg. Ik wil niet aftreden. Nee, de raad heeft overlast voor weer op. Zoals gebruikelijk. Oké, yo. Aanvoerder Tom roept zijn mannen bijeen. Oproep, raad van nul. Wat dan maar, met erin. Devils gaan als een gek richting Enschede. Ze hebben vernomen dat prins Rob en adjudant Mark bij hun favoriete voetbalclub zijn gesignaleerd. Helaas, hier zijn de prins en de adjudant ook niet te vinden. De Raad van Elf gaat richting Engelo, om te kijken of de prins en adjudant bij hun favoriete toko te vinden zijn. Ze worden betaald, gaan met Jan en Allerman naar bed, sluiten gordijnen, ploffen neer op hun bed, spelen maar dan voor hen, die het thuis niet vinden kan. Rob en Mark zijn hier wel geweest, maar waren al een tijdje geleden vertrokken. De jongens vragen zich af waar Jordi Leus uithangt. Oh, daar is hij. Ze lopen schuw voorbij. Maar ze denken... Hé Leus, hij heeft niet betaald of zo! Jordi heeft nog niet betaald en moet uitleg geven. De zoektocht gaat verder. Moet er weer gewerkt worden.
De zoektocht gaat verder. Red Devils besluiten om in Senderen verder te gaan zoeken. Helaas, ook hier zijn ze nergens te bekennen. Misschien zijn ze bij Texaco te vinden. Ook hier zijn ze niet gesignaleerd. Misschien zijn ze in de kerk hun zonden op te biechten. In de kerk zijn ze niet te vinden. Dan maar een voorbijganger vragen. De prins. Prins Rob en adjudant Mark zijn echt nergens te bekennen. Dan heeft Albert nog een goed idee. Oh, misschien zitten we in het water, joh. Hier bent u ook niet. De jongens worden nu echt een beetje moedeloos. Zijn ze dan echt nergens te vinden? Plotseling zien ze de witte Turkenbus rijden. Zal het de Red Devils lukken om de prins en adjudant te pakken te krijgen? Een achtervolging wordt ingezet. Het is Prins Rob en adjudant Mark niet gelukt om onder het aftreden uit te komen. Dit was Jan Burs. Jeroen, terug naar jou. Dit was het nieuws. Fijne avond nog.